niet alleen het team kan meegroeien binnen Confident en binnen hun eigen functie, maar het is ook zo dat je jezelf weer triggert om in je dienstenpalet ook weer nieuwe mensen aan te trekken die weer passen bij die volgende stap. Ja. We hebben deze tijd misschien ook een beetje gebruikt om klaar te zijn weer voor de toekomst. En is het team best wel groot voor de klussen die er nu zijn. Alleen als het zo meteen weer aantrekt, daar geloven wij wel in. Ja. Dan zijn wij er klaar voor. Ik denk dat de manier van zaken doen, hoe wil je als bedrijf te boek staan, heel erg belangrijk is voor hoe werf je klanten. Hè? Dus wij zijn geen massa is kassa bedrijf. Wij willen echt voor maatwerk gaan en de lange termijn relaties met onze klanten. We zaten aan de knoppen van hun maandelijkse online marketing. En nu zitten we op de stoel letterlijk met hun voor volgend jaar een heel jaarplan voor hun online marketingcampagnes te doen. Dus dat zijn, we groeien mee en dat is fantastisch. Beste kijkers en luisteraars, welkom bij een nieuwe versie van Zitten met Henk. We zitten in Groningen, ja, in Groningen, bij niemand minder dan bij Rick en bij Rutger van het bedrijf Confident. Prachtig bedrijf, eigenlijk in het centrum van Groningen, maar we zitten nu in het Mediapark. Nou, ik begin even bij Rutger. Ja. Jongen. Dat klopt, ja, dat we hier... Ondernemer. Ondernemer, inderdaad. Vertel. Van mijn vriend, 35 jaar, naast ondernemer ook vader van twee dochters. En samen met Rick dus eigenaar van Confident, waarin ik iets meer de operationele zaken oppak, maar ook veel gesprekken met klanten. En met veel plezier eigenlijk daarmee bezig. Ja. Nou, mooi man. En Rick. Rick, twee. Jongen, ook welkom in het Mediapark. Dankjewel, hè? Dankjewel. Ja, leuk dat we hier mogen zijn. 32 jaar, dus mede-eigenaar van Confident. Ik woon samen met een vriendin thuis, passie voor reizen, snelle auto's, motoren. We gaan meteen van start. Mooi man. Ja. En wat Rutger net al aangaf, hè, de operationele rol. Mijn rol is iets meer op vanuit commercie en algemene zaken. En we bestaan nu bijna 6 jaar en we zijn lekker actief onderweg. Oké. Nou, dat wordt een heel interessant gesprek. Ik voel het gewoon. En want ik ben heel benieuwd, wat doen jullie precies? Jullie zijn webbouwers. Ik begin bij Rutger. Kun je daar iets over zeggen? Ja, klopt inderdaad. We helpen ondernemers eigenlijk met hun online presentatie. En dat begint vaak bij een website of een webshop. Maar daar houdt het ook niet op, want we willen eigenlijk full service. We willen ook daarna de ondernemer kunnen helpen. En dat is vaak met online marketing of met advies vanuit ons. Van, ja, hoe ga je nou eigenlijk om met een website? Dat is toch vaak voor ondernemers een lastig iets. Daarnaast kunnen we ook middels custom ontwikkeling bedrijfsprocessen vergemakkelijken door een planningstool te maken of een registratietool. Het is al heel veel. Maar Rick, waarom is dat nou zo belangrijk, een website? Want het is natuurlijk, heel veel bedrijven hebben zo'n website. Ja. En wat maakt het nou, want er zijn natuurlijk heel veel webbouwers. Ja. Maar wat maakt jullie nou zo uniek? Want jullie maken best wel veel, heb ik gelezen, op de website. Ja, Confident maakt specifiek WordPress websites. Hè? Dus wij bouwen in open source systemen. Dat vinden wij ook een prachtige manier om een klant mee te nemen in de open source gedachte. Het is een vrije techniek. Open source gedachte, kun je iets meer? Iets. De gedachte is dat de code is vrij. Hè? Dus dat betekent dat je niet in alle kanten op kan met de code. En niet zozeer vastzit aan een licentiesysteem of een eigen systeem van een bepaalde club. En dat vinden wij een hele mooie gedachte. Wereldwijd is bijvoorbeeld, ik noem even een open source systeem, WordPress. Wereldwijd een van de meest gebruikte systemen. Daar bouwen wij ook veel in. Wat wij doen is maatwerk. Hè? Dus wij combineren het stukje open source met maatwerk. Waardoor je echt een krachtige engine krijgt voor de klant. En waar de klant ook zelf op de juiste manier mee uit de voeten kan. Ja. Ja. Dat is, dat kunnen jullie gewoon erg goed, Rutger. Absoluut. Daar zijn jullie heel sterk in. Ja, dat denk ik zeker. Kijk, WordPress als basis is een heel toegankelijk systeem. Dat heeft zijn voor- en zijn nadelen. En eigenlijk door de kennis die wij daarvan hebben, kunnen we de nadelen goed tackelen. En kunnen we optimaal gebruik maken van de voordelen. Dus je hebt eigenlijk al heel veel basis. En het stukje wat wij er bovenop bouwen, hè, dat maatwerkstukje wat Rick net noemde, daardoor kan je het perfect aansluiten bij wat voor het bedrijf nodig is of voor de organisatie nodig is. Ja, dus jullie zijn ook een soort verlengstuk voor een bedrijf natuurlijk. Hè? Maar nou zitten jullie hier samen. Ja. Dat vind ik zo grappig, want jullie zijn compagnons. Hoe zijn jullie bij elkaar terechtgekomen? Hoe is het gelopen?
Daar ben ik wel eens benieuwd naar, want ja, ik spreek heel veel met ondernemers één op één. Ja. Maar ik heb er nu twee van die enthousiastelingen voor me zitten. Ja. Hartstikke leuk. Ja, nou, we waren al even aan het voorbespreken zojuist. Ja. Rutger vertelde al even dat hij 10 jaar onderweg is als ondernemer. Ik 7 jaar. Ik ben zelf in 2013 gestart. Als ZZP'er destijds. En waarom gewoon gestart als ZZP'er? In de ICT ook, dus in hetzelfde wereldje als waar wij nu met Confidenten in zitten, alleen dan in een iets andere vorm. Ja. 2013 had ik nog best wel de nasleep van het einde van de bankencrisis. Hè? Dus dat was geen makkelijke periode om veel te starten. Veel last van gehad toen? Nou, last van gehad, je begint ergens. En misschien is het op een bepaalde manier best te vergelijken met de huidige periode waarin we zitten, met de coronacrisis. Het heeft natuurlijk vanuit die route heeft het misschien best overeenkomstige punten. Ja. Ik ben destijds dus in 2013 begonnen. Je begint als ondernemer jezelf aan het ontdekken. Waar ben je goed in? Waar ben je niet goed in? Letterlijk zelfstandig. Kortom, ik bouwde de website zelf. Je moet commercieel op pad. Je bent 's avonds nog bezig met de boekhouding, bewijzen van. Dus er komen ontzettend veel zaken op je af. Op een gegeven moment merkte ik, Henk, ik was vooral bezig in mijn bedrijf dan het werken aan mijn bedrijf. En dat was voor mij het punt om te zeggen, hey, word ik hier wel gelukkig van? En, dat is wel een goede manier volgens mij, dat je wel op zoek bent naar wat past nu echt helemaal bij mij. Ja, zeker. Ja. Dat gaf voor mij echt wel een beetje, ik ben toe aan de next step. Ik heb zelf ambities, ik wil graag doorgroeien. En ik kom mezelf heel erg tegen in mijn rol als ondernemer, wat je eigenlijk niet bent. Hè? Want je wordt opgeslokt door de dagelijkse flow. Wij kwamen elkaar via onze vaders tegen dus familie of zo ergens? Of vaders, collega's? Onze vaders kennen elkaar vanuit de motorclub. Ja. Waar ze beide aan verbonden zaten. En zo kwam het ter sprake van, hey, mijn zoon doet iets met ICT. Nou, die van mij ook. Misschien moeten we eens even gaan babbelen met elkaar. Goh, wat grappig. En zo zijn jullie een beetje aan elkaar gekoppeld, als het ware. Dus een soort blind date aan elkaar gekoppeld inderdaad. Daar waren wij in het begin denk ik nog wel een klein beetje terughoudend van. Want je kent elkaar natuurlijk nog niet. Hè? Die vaders die kunnen lekker motoren. Ja. Maar goed, door samenwerken, dat is natuurlijk wat anders. Dat is wat anders. Dus toen hebben we op een gegeven moment, ik had toen mijn bedrijf in Assen. Ik verhuisde naar Groningen waar ik ook woonde. Jij had al een bedrijf in Assen? Ja, ik ben hiervoor heb ik een horecabedrijf gehad. Omdat, zo? Ik ben vroeger veel in de horeca gewerkt. Toen wou ik voor mezelf beginnen. Toen kwam er een horecabedrijf op mijn pad, een lunchroom. Dat kon ik. Dus daar ben ik ingestapt. Daar heb ik het mooie van de horeca, maar ook het lastige van de horeca gezien. Het is een moeilijke business. Ik merkte wel dat voor ook als de ondernemer in mij gaf ook aan van ik ben nu dagelijks bezig met werken in mijn bedrijf in plaats van aan mijn bedrijf. Ik wou iets anders eigenlijk. Via het omwegen werkte ik bij een ICT-bedrijf. Dat bedrijf dat redde het niet en de klanten van Noord-Nederland kon ik overnemen. En zo had ik mijn eigen ICT-bedrijf en een horecabedrijf. En toen heb ik al heel snel de keuze gemaakt van die ICT die trok mij veel meer aan. Ik was daar hobbymatig al heel veel mee bezig. Ja. En het product was zo mooi. Je kon sparren met bedrijven, oplossingen bedenken. Ja. Daar voelde ik me heel goed bij. En eigenlijk niet heel, heel lang daarna werden wij aan elkaar gekoppeld. En hoe gaat zo'n eerste ontmoeting? Het is niet letterlijk, hè? Je komt bij elkaar en het is natuurlijk wel even kennis maken. Nee, gelijk aan jongens, pak een glas water en we gaan het er even over hebben. Ja, het staat mij nog bij. De eerste ontmoeting was in Assen, waar Rutger toen destijds zat met al zijn ICT-bedrijf. Ja. En destijds kwamen wij eigenlijk via het netwerk van Rutger en zijn vader uit aan een pand in de Kranenweg in Groningen. Ja. En daar bleek nog ruimte beschikbaar en voor mij een ideale stap om op dat moment ook richting een kantoorpand te gaan. Om echt klanten te kunnen ontvangen. En op een nette manier je business een mooi vervolg te geven. Dan vanuit de huiskamer. En op die manier hebben wij eigenlijk de eerste gesprekken met elkaar gevoerd. Tegelijkertijd waren we nog wel zelfstandig. Hè? We hebben de eerste jaren gewoon los van elkaar. Jullie eigen, dus beide een soort administratie bijhouden. Ja. Voordat jullie besloten letterlijk heb ik gewoon onze eigen labels. Maar wel kijkend, goh, hoe werkt Rutger, hoe werk ik? En daarin gewoon heel open kijken van, zou dat eventueel voor de toekomst een vervolgstap kunnen zijn om iets samen te doen? Ja. Dus het is wel heel rustig gaan. We zaten gewoon op één verdieping met z'n tweeën. En op een gegeven moment merk je, we waren toen
Ik was één pitter met een medewerker een paar dagen per week. Dus het was echt nog klein. En dat betekent inderdaad dat, hè, wat Rick net aangaf, dat ervaarde ik ook. Van, je moet alles zelf doen. En zomerperiodes kwamen eraan, op vakantie gaan. Geen klussen aandurven te nemen omdat je op vakantie gaat. Ja, daar zit je dan mee. Hè? Na de zomer ligt het allemaal weer stil. En, heel veel voordelen, het zelfstandig ondernemen. Je hebt ook een aantal nadelen. Die balans maak je op een gegeven moment op. En ik denk dat voor beide het ideaal moment was. Je leert elkaar ongeveer een jaar kennen. Echt, daadwerkelijk de bedrijven gewoon naast elkaar. Ja, en wat deden jullie verder? Hadden jullie privé ook contact? Of zit ik misschien... In die tijd nog niet, staat mij bij. Hè? Nee. Dat. En ik denk ook dat het op een bepaalde manier ook gezond is. Dat hebben we op dit moment ook. Hè? Dat je een bepaalde balans hebt tussen zakelijk en privé. Gewoon heel erg belangrijk om dat deels gescheiden te houden. Ja. Wij zeggen eigenlijk altijd, want waren jullie al bevriend? Mm-hmm. Hè? Die vraag krijgen we natuurlijk heel vaak. Ja. Wij zeggen eigenlijk altijd, we zijn bevriend geworden door het zakenleven. En dat is eigenlijk denk ik ook een heel mooi fundament om iets samen op te bouwen. Hè? Mm-hmm. Wat ik heel erg... Vertrouwen speelt daar ook een groot, Rutger. Dat is toch ook een... Ja, zeker. Zeker. Je moet op dezelfde manier in de wedstrijd staan. En dat weet je van tevoren niet. En ik denk dat veel ondernemers die met vrienden dat doen, toch merken dat zij op een andere manier daarmee omgaan. En ik weet, dat heb ik leren kennen, in dat Rick en ik op één verdieping zaten. Dat wij allebei 110% voor het ondernemerschap gaan en visie en daar echt gas op willen geven. Ik moet wel iemand hebben die op dezelfde level als mij daarmee bezig is. En dat merkte ik toen dat zo was. En dan durf je ook, zeg maar, samen te gaan. Want het is nogal wat. Zeker weten. Ik vind dat heel knap, hoor. Ja. Twee totaal verschillende mensen die op deze manier bij elkaar komen. En dan samen vol vertrouwen. Nou ja, vandaar waarschijnlijk ook die naam. Maar tegenaan gaan. Ja, hadden we het eigenlijk al gezegd. Hè? De rode draad, daar hebben we een bepaalde visie bij. Dat is gelijk. Maar het is juist goed om ook complementair te zijn. En we zijn beide verschillend. Mm-hmm. Maar dat is ook heel erg belangrijk om dat in zijn waarde te laten. En dat je elkaar ook de ruimte durft te geven om je eigen te kunnen ontwikkelen in het bedrijf. Hè? En dat is gewoon een ontzettend belangrijke waarde, denk ik, om iets op te bouwen samen. Ja, dat merk ik ook wel. De taken hebben jullie goed verdeeld. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld, je zei het al, je hebt nu, hoeveel mensen hebben jullie nu op dit moment in dienst? Of hoe groot zijn jullie al gegroeid? Wij zijn door de jaren heen. Zeker. Door de jaren heen? Ja, zeker. Confident bestaat nu bijna 6 jaar. We hebben nu 12 medewerkers op kantoor. Dat zijn een projectmanager, een office manager, uiteraard gekoppeld aan onze dienstverlening, developers, designers en online marketeers. Ja. En dat vormt de kracht vanuit afdelingen die met elkaar samenwerken om het beste resultaat voor klanten te krijgen. Ja, want jullie hebben natuurlijk een bepaalde visie, een bepaalde strategie. En daar moeten die mensen ook in mee. En je hebt het gevoel dat je ook de juiste mensen daarvoor hebt gevonden? Absoluut, absoluut. Ja. We zijn wel een groeiende organisatie. Dus dat betekent dat je ook op dat vlak niet stil moet staan. Hè. We kijken ook steeds meer naar custom development. Dus echt maatwerkprojecten voor klanten buiten een eenvoudige website of een online visitekaartje of een gecompliceerde webshop. Hè, bouwen we op dit moment ook webapplicaties. Hè. Dus dan kun je denken aan intranets, CRM-systemen, urenregistratiesystemen. Hè, dus dat is ook wel echt een next step voor Confident. En daar zoek je ook weer de juiste mensen voor. Hè? Dus je groeit ook. Niet alleen het team kan meegroeien binnen Confident en binnen hun eigen functie. Maar het is ook zo dat je jezelf weer triggert om in je dienstenpalet ook weer nieuwe mensen aan te trekken. Die weer passen bij die volgende stap. Ja. Mm-hmm. Ja. Dus daar zijn jullie heel, heel bewust mee bezig. Voor de toekomst. Ja. Ja. En het zal wel moeten. Hè? We moeten mee. We hebben graag een bepaald type klant voor ogen. Hè? We werken voor MKB-bedrijven, grote bedrijven en overheden. Daar hoort een bepaald stukje kwaliteit bij. En dat stukje kwaliteit willen wij zelf ook bieden. Dus ja, daar hebben we medewerkers voor nodig, Henk. En dat is ook precies een van de redenen waarom we samen zijn gegaan. Dat je uiteindelijk de kwaliteit niet meer kan waarborgen die je zelf levert. Wij zijn geen programmeurs van huizen uit, om maar even een voorbeeldje te noemen. Maar die heb je wel nodig. En die hebben we nodig. Ja. Dus dat is ook de reden om samen te gaan, is ook een krachtig team formeren. Die juist goed is en complementair is aan elkaar. Ja, klinkt goed. Ja. Ja, hey, zeg, en hoe kom je aan je klanten? Want dat vind ik altijd wel interessant. Daar heb je natuurlijk je website voor. Ja. Maar gebeurt het ook nog veel dat je bij mensen op bezoek gaat? Of dat je afspraken maakt? Ja. De manier van... Tegenwoordig zal het een beetje moeilijker worden met corona. Maar
Ik denk dat de manier van zaken doen, hoe wil je als bedrijf te boek staan, heel erg belangrijk is voor hoe werf je klanten. Hè? Dus wij zijn geen massa is kassa bedrijf. Wij willen echt voor maatwerk gaan en de lange termijn relaties met onze klanten. Dus dat betekent niet kaartjes strooien alleen maar op netwerkclubs of koud mensen acquireren. Het gaat heel erg via via. Het is heel erg ons netwerk versterken door tevreden klanten die vervolgens weer nieuwe klanten aanleveren. Ouderwetse mond op mond reclame. Daar begint het mee. Veel meer ondernemers, ja, hoor, dat toch wel een heel bepalend is. Dat zal toch wel heel sterk aanwezig zijn. Dat is iets wat blijft. Mens op mens, ja. Het gunnen van... Ja. Ah, en ik denk wat nog wel leuk is om toe te voegen daarop. Hè. We werken met heel veel partners samen. En wij kunnen, ons product leent zich om heel goed samen te kunnen werken. Daar moet je openstaan als ondernemers voor, als bedrijf zijnde. En die partners natuurlijk ook. Hè. Maar we zitten in een wereld waarin je heel erg complementair kan zijn in bepaalde producten. We zitten hier op Mediapark. We hebben hier mogelijk in dit pand... vond ik wel meerdere... grappig dat jullie van deze locatie komen. Ja, we hebben hier meerdere samenwerkingsbedrijven en partners in dit pand zitten. Naast dat het een prachtige locatie is. Maar het is ook echt een innovatieve locatie. Hè, ja. waar jonge bedrijven en vooral ook in de ICT en media zich ontpoppen. Dus misschien passend voor ons in deze. Maar we werken ook heel graag samen, Henk. Ik denk dat dat ook een heel belangrijk facet is naast het mond-op-mond gebeuren. Ja. Hè, dat je ook kan samenwerken. En juist door partners werkt twee kanten op. Hè. Wij krijgen ook soms initiële vragen binnen die we weer heel goed bij partners kunnen neerleggen. Maar blijven jullie dan wel verantwoordelijk? Dus bijvoorbeeld stel, dat is een opdracht. Ja. Je blijft wel de helikopter. Je blijft wel de hoofdverantwoordelijke. Ja. Je faciliteert zoveel mogelijk je klant. Ja, wat wij heel veel merken is dat partners ons kunnen inschakelen. Hè? Een website of een webshop of een applicatie is vaak een onderdeel van een heel palet aan communicatiemiddelen. Andersom vaak ietsjes minder. Hè? Maar wij proberen altijd in de samenwerking twee kanten op te kijken. Hè? Maar vaak gebeurt het zo dat het initiële klus bij een van onze partners als opdrachtgever binnenkomt. En die schakelt vervolgens Confident in om iets te ontwikkelen. Tegelijkertijd, we zijn bezig met onze naam op te bouwen. Dus we vinden het ook fijn om het contact met die klant direct te hebben. De verantwoordelijkheid. Hè? Ben ik ook wel benieuwd naar. Ja, ja, maar als een van onze partners bijvoorbeeld een product aanbiedt. En zeker met een technisch product als een website. Waar ook, we bouwen ook webshops waar natuurlijk best wel wat bestellingen gaat. Daar mag niks misgaan. Nee. Dus je wil als partner zijnde wil je het vertrouwen hebben in ons. Maar ook de verantwoordelijkheid ligt ook bij ons. En in die zin... Ja, dat wou ik net ook even zeggen. Wat wij wel merken is dat we dan echt als samenwerking zo'n project oppakken. Hè? Dus wij zijn niet een onderleverancier. Het is niet dat wij white label daarin staan of iets dergelijks. Mensen weten ook gewoon van op een gegeven moment het design of het marketinggesprek doet door die partij. En de technische realisatie daarvan wordt door ons opgepakt. En dat is de techniek van websites is de laatste jaren gewoon best wel lastiger geworden. Zeker als je nog een koppeling wil of met een boekhoudpakket of met een sales systeem. Mm-hmm. Dan wordt het al snel een beetje lastiger. En dat is voor ons geen probleem. Alleen, dat kunnen jullie allemaal fixen. Dat kunnen wij allemaal regelen. Die interfaces, daar zijn jullie gewoon goed in. Ja, dat is voor ons geen probleem. Daar hebben wij de jongens voor. Alleen daar moet je wel een bepaald soort team en kennis voor hebben. Ja. Dus dat product website waar het vroeger wellicht wat makkelijker was, is dat nu wat lastiger geworden. En dan heb je toch een wat professionelere partij nodig, zoals ons. Ja. En een partner moet dit ook niet altijd willen, hè? Want het stukje hosting of het stukje onderhoud. Ja. Hè? Dus zou jij dan de initiële opdrachtgever willen zijn met het vraagstuk over hosting? Vaak niet. Hè? Dus dat zijn ook weer technische vraagstukken die een klant ook liever heeft bij Confident dan... Ja, besteed het maar even. Zij zorgen gewoon dat vol vertrouwen, vandaar ook... De V van vertrouwen. Vol vertrouwen. Heel goed. Wordt uitgerold en laat ik gewoon aan die man over, want die heeft daar gewoon verstand van. Ja. Zeg, en jullie team, hè? Duurzame inzetbaarheid, hebben ze ook wel tegenwoordig, dat ligt iedereen voor. Ja. Wat doen jullie eraan?
Ons team is eigenlijk, daar zit de kennis. Rick zei het al eventjes, wij kunnen zelf niet programmeren. Of nou, tot op zekere hoogte, maar... willen we ook niet. Dat willen we ook moet je ook niet willen. Nee. Maar het product wat wij leveren kunnen we alleen door een team effort. Dus daar is een projectmanager, een grafisch vormgever, een backend is daarvoor nodig. Ja. Dus die jongens en meiden moeten gewoon een bepaald kennisniveau hebben. En die moeten ook meegaan met ons. Dus wat wij doen is dat we daarin veel ruimte bieden om te ontwikkelen, om met elkaar te overleggen, om trainingen te volgen. Natuurlijk goede werkplek en nu met corona gezondheid voor de werkplek. Dus veel mensen werken thuis. Gaat dat allemaal een beetje? Thuiswerken vanuit huis? Ja, we hebben interne communicatiemiddelen waardoor het wel kan. Alleen we merken wel dat... het is wel saai. We hebben een leuk team, een gezellig team. Blijf mij ook, En we vinden het leuk, naast dat... Het is ook een sociaal gebeuren, hè, samenwerken. En daar zijn wij ook heel druk mee bezig. We zijn de afgelopen jaren natuurlijk behoorlijk in team gegroeid. En elke keer kijken we naast kennis en kunde ook van... Ja, pas je binnen ons team? Hè? Dus heb je die confident DNA? En zorg je dat het leuk blijft? Ik denk dat ons behoorlijk goed gelukt is. En dat merken we ook terug van het team. Ik denk dat veel organisaties nu merken van... Ja, als je een paar weken thuis werkt, het is wel een beetje saai. Ja, je raakt een beetje de verbinding kwijt. Dat gevoelsmatig. Natuurlijk, je kunt met de techniek van tegenwoordig kun je veel. Maar het is niet de verbinding zoals wij het nu hebben. Nee, dat we zo één op één even met elkaar kunnen babbelen. Ons product leent zich met uitstek natuurlijk hiervoor. Hè, om dit op afstand te doen. Alleen een stukje collegialiteit, dat merk je heel erg. En dat vind ik eigenlijk ook iets heel positiefs. Hè, dat je het gewoon fijn vindt om met elkaar bij Confident te werken. En dat krijgen we wel ontzettend terug in deze periode. En sportief gezien, hè? Want je moet natuurlijk met ze ook bij les houden. Ja. Doen jullie zelf ook aan sporten? Je hebt een gezin en je hebt een vriendin, maar je hebt koeien over mooie auto's en snelle motoren. Ja. Maar hoe zit het met in conditie blijven? Ik denk dat wij beide wel merken dat als je lichaam gezond is, is het boven ook helemaal gezond. Voor mij is in ieder geval, ik heb sport wel echt nodig om een dag goed af te sluiten. Hè? Nu sportschool of hardlopen. Er moet echt wel wat gebeuren om af en toe even het kopje leeg te maken. En je zit natuurlijk ook soms best wel veel. Hè. Kijk, wij zijn nog wel wat meer op pad. Dus je zit er heel veel nu alweer zitten met Henk. Maken we heel graag tijd voor maar het is goed dat je... En jij ook? Ben jij ook zo sportief? Ik om de dag sowieso op de krachttrainer. Oké. Tennis nog wekelijks. Dus ik heb het ook nodig. Ook om mentaal weer even de ruimte te maken om er weer tegenaan te kunnen. We hebben vrij recent ook een interview gehad. Daarin heb ik gezegd topsport is nog wel eens te vergelijken met goed ondernemerschap. Hè? Dat staat best met elkaar in verbinding. En dat wordt nog wel eens onderschat. Hoe wij met de business bezig moeten zijn om weer vooruit te lopen, je team mee te nemen. Ja, dat kost ontzettend veel kracht en energie. Maar goed, die energie heb je ook. Hè? Omdat je iets doet waar je heel blij en trots op wordt. Hè? Dus, daar word je blij van. Maar goed, het is prachtig. Jullie zijn hartstikke enthousiast. Dat spreekt mij aan, want dat ben ik zelf namelijk ook. En je hebt wel te maken met de corona nu. Ja. Hoe staan jullie daarin? Ik begin eens bij Rutger. Hoe voelt dat? Ik denk dat voor niemand het leuk is. En ons product leent zich inderdaad wel goed om door te gaan. Alleen onze klanten hebben er wel last van. En dat is heel vervelend om te zien. En ook voor onszelf vervelend. We maken eigenlijk elk jaar een soort prognose. En we hebben natuurlijk ook voor lange termijn een prognose. Hoe kwam dat een beetje Die konden we redelijk snel in de prullenbak gooien. Ja. En toen hebben we er eigenlijk omgedraaid. Hebben we gezegd van, we hebben een bepaalde strategie die we hanteren. Die we ook het liefst willen blijven hanteren. Want corona gaat ook weer een keer voorbij. Of in ieder geval hopelijk een stuk minder dan dit. Mm-hmm. Laten we het hopen dat het snel voorbij is. Ja. Dus we hebben eigenlijk een beetje omgedraaid. We hebben gezegd van oké, wat is nu, wat hebben we nodig om gewoon gezond te draaien, waarbij wij ons geen zorgen hoeven te maken, waar we geen moeilijke keuzes hoeven te maken. En dat gaf ons heel veel rust. En in die hoedanigheid hebben we ook de strategie hebben we gewoon doorgezet. Dus we hebben nog een backend developer aangenomen, we hebben office manager aangenomen, we hebben eigenlijk... Dus blijven dan toch investeren in je organisatie om te kijken van we kunnen wel stil gaan zitten, maar dat schiet er ook niks mee op. Dus we kunnen ook afwachten, maar jullie besloten om toch te innoveren en toch weer mensen aan te nemen. Daar heb ik wel veel respect voor jullie. We hebben echt de organisatie, we hebben deze tijd misschien ook een beetje gebruikt om klaar te zijn weer voor de toekomst. En nu...
ja, is dat misschien is het team best wel groot voor de klussen die er nu zijn. Alleen als het zo meteen weer aantrekt, daar geloven wij wel in. Ja. Dan zijn wij er klaar voor. Mooi. En dat wachten we nu even af. Ja. Nou, ik bedoel, dat gaat gewoon gebeuren, jongens. Ja, we gaan niet te hopen dat we het nu zo inzakken. Nee. We hebben eigenlijk twee groepen klanten, denk ik. We hebben bestaande klanten en we hebben nieuw business. Ja. Ik denk dat heel erg in coronatijd te zien is dat een stukje nieuw business gewoon ontzettend moeilijk is. Ja. Hè? Daar druppelt het wel degelijk door, hard met getekende overheden die binnenkomen. Het is niet helemaal niks, maar het is echt een stuk lastiger. Maar we kunnen echt heel erg terugvallen in deze periode op bestaande klanten. Ja. Confident heeft door de jaren heen hebben we rond de 350 klanten opgebouwd in allerlei verschillende segmenten en type klanten. En daar zijn we super trots op en dat zien we juist in deze... Dat zijn onze relaties. Dat zijn onze relaties en daar doe je het ook voor. Ja. En wat je nu in deze tijd heel mooi terugziet is dat je ook als confident zijnde weer terug kan vallen op onze bestaande klantenclub die heel trouw is en ook wel de kansen weer ziet in deze periode. En dan is het net even branche afhankelijk van hoe goed of hoe slecht gaat het op dit moment om weer te investeren bij een confident in dit geval. Hè? Ja. Dus dat houdt je sowieso ook op de been en dat houdt je ook wel heel erg energiek. Hè? Dat je vanuit bestaande klanten... Dat moeten we samen doen, jongens. Ja. Want we kunnen niet zonder elkaar. Hè? Zo simpel is het gewoon. Ja. Rutger, we hebben natuurlijk... Ik hoor allemaal namen. Maar noem eens een bedrijf waar jullie heel veel gefaciliteerd hebben. Wat doen jullie dan precies voor zo'n bedrijf? Ik heb twee voorbeelden die denk ik wel leuk zijn erin. De eerste is de Fries Excel in Rode. Dat is een klant die al jaren bij ons is. Die begon eigenlijk met een website. Ze verkopen tuinmeubelen. Ze begonnen met een website van mensen moeten naar ons in Rode toekomen. Die website gaat nu helemaal over de kop. En we gaan echt veel meer naar een webshop toe. Met een koppeling met hun administratiesysteem, voorraadsynchronisatie. We doen daar veel online marketing voor. En je ziet dus dat die klant eigenlijk met ons meegegroeid is dat we gezegd hebben van eerst ga naar de winkel toe. En dat we zeggen, ja, maar de markt is veel groter. Ja. Richt je op heel Nederland en ga met online marketing. Kijk goed naar je marketinguitgaves. Komt daar genoeg uit? En bij online marketing is het heel goed terug te halen van, ja, je gooit er een euro in. Hoeveel krijg je terug? En zo kijken we daarin mee. En daar hebben we heel regelmatig contact met hun. En je ziet dus dat er... En die groei zit er ook... Die groei zit er ook in. Hè. Je ziet dus dat zij veel meer bezoekers op de website hebben gekregen. Veel meer conversies op de website. Hè. Dus transacties op de website zijn gebeurd. En nu merken ze van, dat handmatig verwerken van die orders is best wel lastig. Dus we willen nu een koppeling met onze administratiesysteem. Want het voorraad bijhouden, ja, dat is veel handmatig werk. Dus we maken steeds stappen. En dat is echt een... Meegroei, hè? Dat is heel gaaf. Dus jullie zijn gewoon echt heel erg met zo'n bedrijf bezig. Van hoe maken we die stappen? Ja. Maar je ziet ook echt dat die omzet ook stijgt. Ja, dat zien jullie ook echt gebeuren. Maar dat is voor jullie, lijkt mij, ook echt fantastisch om te zien. Dat het ook werkt wat jullie... aandragen. Ja, letterlijk. We zaten aan de knoppen van hun maandelijkse online marketing. En nu zitten we op de stoel letterlijk met hun voor volgend jaar een heel jaarplan voor hun online marketingcampagne te doen. Dus dat zijn, we groeien mee. En dat is fantastisch. Ja. Daarin maken we ook echt de lange termijn stappen die je ook heel graag wil met een klant. Mooi zeg. Ja. Dat is al gebouwd in het open source systeem WordPress met WooCommerce als een technische webshop versie. Het tweede wat ik echt een hele leuke klant vind is UMCG. Daar hebben we een custom oplossing gemaakt, een planningstool. Zij kwamen eigenlijk met de vraag bij ons dat zij, ze hebben bij UMCG tandheelkunde, hebben ze een aantal poppen waar je op kan oefenen als toekomstig tandarts. Zo. En die poppen mogen geboekt worden. En dat gebeurde via een printje wat ze bij de deur hadden. Ja, en dat werkte niet. Die poppen moesten geboekt worden? Ja, je kan dus een paar keer per maand mag je dus oefenen met het zetten van kronen. En dat geheel inhoud. Meen je dat nou? Ja. Dat heb ik nou nog met studenten van oefenen met kronen. Studenten natuurlijk voor de tandarts. Die weer een opleiding zijn om... En wat wij gemaakt hebben is dat eigenlijk die... een heel beheersysteem. Dus die poppen kunnen dan geboekt worden. Als je niet op tijd incheckt, wordt die weer vrijgegeven. Je kan alleen... je krijgt een unieke code waar die alleen bij de entree van de ruimte kan invoeren. Dus je kan niet vanuit huis zeggen, ik ben er al. En zo hebben we eigenlijk dat hele proces wat verkeerd liep. Wat zij zeiden zelf tot kleine ruzietjes leiden bij de entree. Hebben we helemaal gedigitaliseerd. En daar
hebben we nu net afgelopen maand een doorontwikkeling. Hè? Dit is een jaar geleden ontwikkeld en we hebben nu weer een doorontwikkeling gedaan. Dus, een beetje dus die innovatie gaat gewoon door. Dus ja. Je blijft gewoon opnieuw ontdekken, weer die stappen maken naar het betere. En dat is heel leuk, want zo'n partij maakt er dan een jaar gebruik van. Dan zeggen ze, nou, dat gaat even in gesprek gaan, want we merken dit en dit. En het kan nog weer een stukje beter. En zo bouw je het steeds uit en wordt het steeds beter en steeds gebruiksvriendelijker. En neemt het je steeds meer werk uit handen. En dat is heel gaaf om te zien. Want het probleem is opgelost door techniek. En daar halen wij gewoon heel veel plezier uit. Want je ziet gewoon dat het daardoor minder gezeur eigenlijk. Ja. En het begint beter te functioneren. Het functioneert beter en het is ook eerlijker in dit geval. Omdat iedereen gelijke kansen heeft om dat te boeken. Waar het voorheen was iemand die heel dichtbij... iemand in Groningen die kon eventjes snel naartoe gaan en zich inschrijven. Terwijl iemand die een uur lang rijden van Groningen woont, die kon dat niet doen. Ja. Dus het is ook gewoon eerlijker. En dat, leuk man. Heel mooi verhaal. Ja, echt leuk. Ja, ik heb problemen met de tennisbaan bij ons. En dan denk ik weer dat... vergelijkbaar systeem. Dus dat je bewijzen van... Dan sta ik er weer met mijn racket en dan kom ik weer niet aan de beurt. Nee. Nou ja, toch maar. Toch even een keer praten. dat zijn problemen die wij graag oplossen. Inderdaad. Ja, inderdaad. Het leuke van deze voorbeelden denk ik... we zijn een commercieel bedrijf. Hè? Dit zijn voorbeelden van klanten van ons. Confident is meer dan een digitaal bureau. Jullie denken mee. Ik krijg de indruk. Ja. Jullie groeien met de relatie ook met de klant mee. Ja. Jullie blijven ook aan het bedrijf verbonden. Klopt. Ja. En naast die commerciële relaties die we hebben, besteden we ook aandacht aan maatschappelijke projecten. Dat is ook een van onze kenwaarden van ons bureau. Dus we leiden mensen op, we verbinden. Tegelijkertijd investeren we ook in projecten op maatschappelijk vlak. Hier in Groningen heb je bijvoorbeeld het Ronald McDonald's Huis, waar wij op jaarbasis werk voor doen. En daarin investeren wij heel graag onze uren om bij te dragen aan het verbeteren van in ieder geval de zichtbaarheid van het huis en de online presentatie. Dus Confidence ook bij uitstek een bureau die ook heel graag op MVO stappen wil maken. Ja. Op dat vlak gebeurt er ook heel veel. Hè? Dus naast de commerciële projecten vinden we het ook heel erg belangrijk om een steentje bij te dragen. Heel mooi man, dat klinkt goed. Dat klinkt goed. En de toekomst? Ja, de toekomst. We zijn als Confident zijn we mooi aan het groeien, mooie producten aan het maken. We kijken ook breder dan dat. Hè. Confident is best wel een urenmachine. Hè. Dus we moeten opdrachten binnenhalen en opdrachten afronden om de motor te laten branden. En we kijken ook breder dan dat. We bouwen nu al hele mooie applicaties voor klanten. Dat zijn we nu ook, hebben we dat gedaan voor onszelf, middels HR. Een verlofurenregistratie. Een verlofurenregistratiesysteem. Ja. Klopt. We merkten dat heel veel ondernemers eigenlijk problemen hebben met het bijhouden van verlof. En dat komt eigenlijk op het moment dat de medewerker zegt van hoeveel verlof heb ik, dan moet er ergens een Excel-documentje vandaan getoverd worden. En het bijhouden van verlof is eigenlijk ook moeilijker als je echt er een beetje in gaat duiken. Hè? Bovenwettelijk verlof, regulier verlof, speciale verlofpotten. Nou, dat hebben wij allemaal in een systeem ontwikkeld, waardoor je als ondernemer dat helemaal perfect bij kan houden. Dus urenregistratie van medewerkers, verlof, verzuim. En de medewerker kan eigenlijk via een appje gewoon een verlof aanvragen. Dus als die om 11 uur 's avonds zijn vakantie wil boeken, dan pakt hij de app erbij en dan ziet hij hoeveel verlofdagen die heeft. Okay. In plaats van dat je als baas een mailtje krijgt van hey, hoeveel verlof heb ik? En dan loop je eigenlijk altijd achter de feiten aan. Ja. Is het een soort personeelsinformatiesysteem? Ja, module op eigenlijk. Ja, een beetje module op. Hè, ja. Want, ja, modulair opgebouwd. Ja, dan heb je ook wie is gedetacheerd, wie is er nog op de zaak. Je kunt heel diep gaan daarin. Ja. Ja. We zijn nu als eerste module met verlof begonnen. Omdat we merkten dat daar veel vraag naar is. Dat het vaak misgaat en dat het ondernemers, zeker onze doelgroep in het MKB, veel tijd kost en onrust. Hè. Je moet à la minuut antwoord geven, maar je hebt het antwoord niet. En als de medewerker het zelf zeg maar, opzoekt in zijn appje, en dat is altijd goed, heb je nooit discussie. Maar we kijken ook inderdaad naar hoe kunnen we verder. Hè? Personeelsdossier, declaraties, misschien zelfs loonstroken en dergelijke erin gaan doen. We hebben ook gekeken of we kijken of we daar nog een intranet aan koppelen. Ja. Maar stap voor stap. Ja, stap voor stap. Maar ik zie dat het begint bij wijze van spreken al bij de slagboom. Ja. Bij het binnenkomen. Zeker. Aanwezigheidsregistratie. Ja. Tot en met personeels van loon en salaris. Je kunt er in principe dan met door middel van interfaces ga je dan alles koppelen. Ja. Mooi man, dat is een mooie toekomst. Ja. Dat is een van de voorbeelden hoe wij vanuit ondernemerschap weer stappen willen maken. Ja. Dat we niet alleen naar het verdienmodel Confident, de urenmachine Confident kijken. Maar dit is echt een stukje recurring business. Ja. En wij zien daar heel veel toekomst in om ook voor onszelf wat meer stabiliteit te creëren. We hebben nu natuurlijk stabiliteit vanuit Confident, maar wij zien nog veel meer kansen om ook met eventueel andere labels in de markt ons nog breder te positioneren.
mooie producten maken. Ja. Want dat verlofregistratiecentrum, dat gaat bij jullie natuurlijk werken. Ja. Dat gaan jullie testen. Ja, ja dat zal bij ons in gebruik inderdaad. Ja. En dan gaan jullie het uiteindelijk vermarkten. Nou, het is al stilletjes een beetje vermarkt. Oh, okay. We roepen het nog niet te hard. Het is online. Het kan afgenomen worden en het werkt. En het is voor nu, dit was het jaar om het te lanceren. En volgend jaar willen we wat actiever gaan benoemen. En natuurlijk ook met corona, ja, het is een gekke maat. Dus we hebben geen haast ermee, hè, omdat we natuurlijk met Confident hebben stap voor stap. Gaat stap voor stap. Dus ja. Het moet goed zijn en dat is het nu. En we merken dus de eerste bedrijven melden zich aan. We geven demo's. We gebruiken feedback ook weer voor eventuele doorontwikkelingen van wat zoek je nou eigenlijk nog? Wat mis je als bedrijf zijn erin? Dus die gesprekken lopen en de klanten melden zich aan. Ja, heel leuk. Nou, mooi man. Ja. Nou, de tip van de week. De tip van de week. Ja. Ja. Ondernemers. Wij zijn ondernemers onder elkaar. Ik ben natuurlijk ook ondernemer. Dat wisten jullie inmiddels ook. Ik zit in een geweldige branche. De evenementenbranche. Dus dat gaat hartstikke goed. Ja. Snap je natuurlijk. Daarom zitten we hier ook weer. Nee, maar goed. Hebben jullie nog een goede tip? Voor ondernemers zoals jullie, wat is voor jullie een goede tip? Nou, ook wij ervaren natuurlijk vanuit corona dat het een hele lastige periode is. En ook zeker voor heel veel andere ondernemers. Wij zeggen eigenlijk blijf vooral bij de kracht van jouw organisatie. En blijf focus houden op jouw producten. We horen natuurlijk heel veel berichtgeving in de media op dit moment, corona. En je ziet daarin ook dat natuurlijk heel veel angst en ook bij ondernemers ontstaat. Maar eigenlijk is onze tip, blijf bij je focus en zet pijlers voor de toekomst. En dat proberen wij ook te doen. Hè? En weer die stap verder kijken, ondanks dat er bij ons natuurlijk ook op dit moment best even wat gaande is waar je op in moet spelen. Dus blijf focussen, blijf naar de toekomst kijken. Okay. Ja. En als er allemaal helemaal niks meer is, dan kun je altijd nog gaan... Interviewen. Zitten met Henk toch? Nee, onze jongens. Nee, hartstikke bedankt voor het gesprek. Een prachtig bedrijf. Wij houden contact, heb ik begrepen. Want jullie gaan waarschijnlijk voor ons ook wat doen. Absoluut. Dus hartstikke leuk man. Superleuk. Hey, we houden contact en bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan. Jou ook bedankt. Oké. Okay. Nou, dat was weer een heel interessant gesprek met de heren van Confident. Nou, we gaan in de toekomst nog dingen samen doen. Dus ik kijk er helemaal naar uit. In ieder geval dit gesprek. Heel interessant. Bedankt jongens. En tot snel. Vol vertrouwen. Confident.